We staan bij Jolande van Luik, textielkunstenares. Goedemiddag Jolande. Hallo Nienke. Wij kennen elkaar ook al wat langer. Ja. Want ik heb allerlei lessen bij jou gevolgd. Vanuit het quilten en het filten. Ja. Ja, dat is ja, jouw combinatie, Q-filt. Zeg, en wat voor leuke stoel zit je hier? Ja, deze stoel is ontstaan voor een expositie dit voorjaar. Die heette Contact. Want die werd georganiseerd vanuit de Viltcontactgroep. Die in Friesland, Europese hoofdstad, culturele hoofdstad, een project wilde gaan doen. Dus dat hebben we opgepakt met Friese kunstenaars en filsters. En daar is deze stoel bij mij uit voortgekomen. En hebben jullie ook een expositie van gehad? Ja. Onder de naam Contact 2. Ja, super. Het is de tweede keer dat wij een expositie organiseren. Wat leuk. Ja. Groot succes geweest, heb ik gehoord. Het zijn veel bezoekers geweest. Ja, wat kleine leuk. Duizend mensen. Ja. En je bent ook echt van de projecten, hè? Want onder jouw arm ligt ook een heel erg mooi project. Ja. Wat kun je ons daarover vertellen? Nou, het is denk ik een jaar of 7 geleden dat mijn handwerkende buurvrouw, met wie ik heel fijn contact had, ging demonteren. En vervolgens ging zij rondjes haken. Dat was dan voor onder de pannen. En als pannenlamp. Nou, en dat werden er steeds meer. Eerst van breikatoen, toen van breiwol en toen van naaimachinegaren. En ze maakten prachtige rondjes. En ik was zo gefascineerd. En ik verzamelde ze. En als ik garen gaf, dan kreeg ik de rondjes. Nou, uiteindelijk heb ik er dus 200 verzameld van die mooie, van naaimachinegaren. En ik ben daar een project mee gaan doen. Ik werd 50 jaar en ik heb 50 vrouwen gevraagd om met mij samen te werken om een klein Q-filtlapje te maken. Oftewel, zij kozen een rondje en uit mijn lapjesmand kozen ze strookjes stof om iets bijpassends daarbij te maken. En vervolgens heb ik daar 50 keer een soort van tegel van gemaakt. Ik ben dat weer gaan verknippen, gaan combineren. En heb ik 50 tegels gemaakt. En dat heeft mij enorm geholpen om door de depressie van de 50 heen te komen. De kinderen het huis uit. En ik ben er ongelooflijk vrij door gaan filteren. Het heeft mij echt veel gebracht. En filters zijn ook vrije mensen, hè? We hebben het wel zo over gehad. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Filsters, dat zijn een beetje de jazzmuzici onder de textielkunstenaars. Ze zijn niet zo goed voor één gat vangen. En één techniek wordt wel 20 keer anders uitgevoerd. En dat mag allemaal. Levenskant, hè? Ja. Leven en laten leven. Ja. Zeg, Jolande, je geeft volgens mij ook les. Ja. Precies. En dat doe ik in Pijzen. Dat is vlakbij Groningen. En als je belangstelling hebt voor een workshop, dan kan je ook bij mij blijven slapen, want ik heb een Airbnb. Maar ik geef ook workshops op locatie. Hartstikke leuk. Dankjewel en heel veel succes deze dagen nog. Dankjewel, Nienke.